Annie A., 1 jaar. Bernard Jacques A., 34 jaar. Eliazer A., 45 jaar. Dat waren de eerste namen die we uitspraken toen we op woensdag 22 januari om 5 uur in de namiddag begonnen met het lezen van de namen van de 102.000 weggevoerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma. De namen zijn gelezen, door dierbaren herkend, door anderen in het hart gesloten. Toch wordt het niet stil hier, op dit voormalige kampterrein. Dagelijks klinken hier en zullen hier klinken de namen zoals ze zijn vermeld op de transportlijsten naar het oosten. We blijven aan hen herinneren en hun verhalen vertellen voor een toekomst met nooit meer Auschwitz. Dan geef ik nu tot slot het woord aan onze dichter des vaderlands, Tseet Bruinja. Hoeft een naam iets? Elke naam moet tenminste 1 keer worden gespeld op het gemeentehuis. Vreugdevol door een ouder die met die namen geloof, een held, een vriend of een familielid in leven houdt. Elke naam moet minstens 4000 keer worden geroepen vanuit een half open buitendeur, terwijl de warme lucht van het avondeten door een keukenraam een koude kinderneus inkrult. Alle namen horen zeker 5 maal op het puntje van de tong van een beste vriend te liggen bij de vraag naar wie zijn of haar beste vriend is en waarom. Geen 1 naam verdient het om ongefluisterd te blijven en niet via het oor van een geliefde buitengewoon vaak de buik van die ander te kriebelen. Daar zijn namen voor gemaakt. Namen horen een leven lang mee te gaan. En met een heel leven weet u heel goed wat ik bedoel. Namen mogen alleen langzaam verdwijnen uit onze gedachten. En niet voordat ze een afscheidsdansje hebben gemaakt op onze bevende lippen. Er is geen enkele reden om de naam van een muur te schroeven. Als die naam niet een nieuw huis te wachten staat. Want de naam wil leven. Dank u wel.